Hoe lever ik mijn AK-biologie filmpje in? Ten eerste, je gaat je filmpje uploaden naar YouTube. Hoe doe je dat? Als je bij Google al een account hebt, dan is dat vrij makkelijk. Dan ga je naar Google, log je in en daarna bij de 9 puntjes rechtsboven ga je naar YouTube. Als je geen account hebt, dan moet je eerst even een account aanmaken. Op een gegeven moment, als dit allemaal gelukt is en je bent ingelogd op YouTube, ga je naar rechtsboven en dan klik je op dat plusje met dat symbooltje van de camera. Dan krijg je video uploaden, dan krijg je dit scherm en dan selecteer je bestand of je sleep je video van het mapje waar je in hebt opgeslagen naar uploaden toe. Stap 3. Je filmpje wordt nu geüpload. Bij de titel tik je in je klas, bijvoorbeeld A2A. En dan daarna de 4 namen van jullie groepje en dan de titel. Bijvoorbeeld A2A, video van Britt, Kemi, Joep en Malou over duurzaamheid. Eventueel kan je bij beschrijving nog iets intikken als je dat nodig vindt. Onderbij is de video wel of niet voor kinderen gemaakt. Dan kan je zelf je keuze maken wat je wilt. Als je op ja klikt, dan kan er geen commentaar onder jullie video gezet worden. Klik je op nee, dan kan er wel commentaar onder jullie video worden gezet. Ondertussen is YouTube jullie filmpje al aan het uploaden. En daarna kan je ook eventueel nog onderin aanklikken wat de playlist moet zijn, dan klik je onderwijs aan, want het is in principe voor het onderwijs bedoeld. Dan klik je helemaal door tot de laatste scherm en dan kan je daarna bij opslaan of publiceren klik je op verborgen. Dat betekent dat alleen degene aan wie jullie de link van het filmpje hebben gestuurd, jullie filmpje kunnen bekijken. Privé betekent alleen dat jij van jouw account het filmpje kan bekijken en openbaar, dat kan de hele wereld bekijken. Maar in principe gewoon verborgen, want het is alleen maar de bedoeling dat jullie docenten het filmpje gaan bekijken. Kopieer daarna de link, want die heb je dadelijk nodig om in je mail naar jullie docenten dit door te geven. Goed. Als dit allemaal gebeurd is, je hebt op verborgen geklikt, klik je op opslaan en dan gefeliciteerd. Jullie hebben je filmpje geüpload naar YouTube. Daarna ga je naar je schoolmail toe, eventueel via de site van de populier. Dan log je in je schoolmailaccount met je leerlingnummer en je wachtwoord. Daarna ga je naar linksboven naar nieuw bericht. Dan ga je een mail aanmaken. En dan maak je een mail boven bij aan naar je aardrijkskunde en biologiedocent. We willen beide jullie filmpje ontvangen. Tik bij beschrijving jullie klas plus de 4 namen. En dan de tekst beste docenten hier bij ons filmpje. Dan plak je de link in jullie mail en dan jullie namen en van welke klas jullie zijn en de titel van jullie filmpje. Met vriendelijke groeten Britt, Kemi, Joep en Malou. Daarna druk je op verzenden. Eventueel kan je bij verzonden nog even controleren of het goed is gegaan met verzenden. De laatste stap, de afronding. Jullie moeten eraan denken dat jullie link van het filmpje uiterlijk vrijdag 14 januari voor 23:59 hebben gemaild naar jullie aardrijkskunde en biologiedocent. Mail het niet later, want dan gaat het jullie helaas punten kosten. We moeten daar een beetje streng in zijn, want jullie docenten moeten even de tijd krijgen om vooraf het filmpje al te bekijken. Daarna lever ook op uiterlijk vrijdag bij jullie aardrijkskunde of biologiedocent het compleet ingevulde filmopdrachtenboekje in. Tot slot, in de repetitieweek is elke klas ingeroosterd en gaan we klassikaal alle filmpjes bekijken. En daarna worden jullie becijferd volgens het beoordelingsmodel zoals jullie hier aan de rechterkant kunnen zien. Nou,
Veel succes en we kijken uit naar jullie filmpjes.